Als jij goedkope Ultimate Team Coins wil van een betrouwbare website die snel levert, ga dan naar igsky.com en gebruik de code HART5 voor 5% korting. Yo mensen en welkom eindelijk weer een nieuwe Squad Builder op mijn kanaal. Het is al een tijd geleden dat ik er zo eentje heb gedaan, maar ik dacht van nou, het is toch wel weer een keertje tijd. Zonder dat veel gedoe, laten we gelijk beginnen. Op doel hebben we Diego Alves. Ik heb hem niet vaak gebruikt dit jaar, volgens subs aangeraden en die dude is amazing. Pak echt elke bal. De belangrijkste stats lijken inderdaad van diving en reflexes te zijn. En daar is hij gewoon echt geweldig in. Dan hebben we rechtsback is Michael met de backbone chemistry wat hem een passing, verdedigen en physical boost geeft. Heel goede speler voor mij. Laat spelers niet echt langs zich rennen. Kan goed mee opbouwen. Heeft nog een degelijk afstandsvrije trap. Beetje voor de lange afstanden. En doet gewoon heel goed zijn werk. Dan is de eerste centrale verdediger Miranda. 76 pace, al 84 verdedigen en 79 physical. Met de anchor chemistry stijl van hem een pace, de verdedigen en physical boost geeft. Heel erg goede speler voor mij. Goed in de lucht, wint bijna elk kopduel. En samen met zijn partner is die gewoon echt dodelijk. En die partner is Leandro Castan. Want vorig jaar in team of the season, medium high work rates heeft deze man. 71 pace, 84 verdedigen en 81 physical. Super goed, echt onklopbaar in de lucht. Heel goede slide tackles ook, wat ik persoonlijk heel belangrijk vind, omdat ik die heel goed in kan stellen. En hij is nooit uit positie. Dan is de linksback is Marcelo met de shadow chemistry stijl. En hij is echt een god om mee op te bouwen. Als je hem aan de linkerkant hebt en je houdt een beetje combinatievoetbal, zeker als je met Cam speelt, zoals ik in deze formatie, is hij echt een must. Hij is zo goed. En ook 3-star skills is super handig met hem, want hij gaat zo soepel langs zijn mannetje. Dan is de eerste CDM is Sandro van QPR met 80 verdedigen, 84 physical, 72 passing, 72 dribbling, 72 shooting en 68 72 dribbling natuurlijk en 68 shooting. Medium high work rates met instructies van cut passing lanes en stay back while attacking. Hij is echt gegod. Met een passing boost en een verdediging boost komt hij geweldig tot zijn recht. Een andere CDM is Luis Gustavo en als je Missy Mark kijkt dan heb je al door dat het een van mijn favorieten is. Absolute baas, goede assists, pakt elke bal af, kan mee naar voren en hij blijft ook gewoon achter als je hem die taak geeft. Dan is de eerste cam is Kaká. Heeft 1 goal in 6 wedstrijden, maar hij doet zoveel meer dan de stats doen lijken. Hij is een absolute god. 80 dribbling voelt zeker als 84 plus, is echt super solide aan de bal. Dan hebben we ook nog Ronaldinho, de man. 7 assists, 3 goals in 6 wedstrijden. Hij is een absolute god. Het slaat helemaal nergens op hoe goed hij is. En jullie vragen je af waarom heb ik 1 miljoen betaald. Dit is gekocht tijdens de War Child FIFA stream. Vandaar. Maar in ieder geval, hij is geweldig. 5-star skills is heel leuk om te kunnen gebruiken. En hij voelt zo super on the ball. Dat je echt geweldig steekbaas hem neemt kunt geven als je jezelf vrij speelt. Dan hebben we nog Diego met 1 goal en 5 assists in 6 wedstrijden. Heel erg goede speler. Loopt zichzelf redelijk goed vrij. Ondanks 75 pace maar. En dan hebben we nog in de spits Douglas Costa. 11 goals in 6 wedstrijden. Absolute baas is dit. Schiet elke bal erin. Dat is het belangrijkste bij zo'n team is natuurlijk de instructies. En dat zal ik met alle plezier laten zien. Spits heb ik stay central. Zodat hij gewoon een beetje in het midden die runs blijft maken. Al mijn camps hebben gewoon balanced en basic. Behalve zeg maar ze hebben die free roam. Wat ervoor zorgt dat ze hun eigen runs mogen maken. Waarvan zij denken dat die goed zijn. Beide sims hebben bij mij stay back while attacking en cut passing lanes. Wat betekent dat ze gewoon achter blijven hangen. En proberen de baan van de pass te doorsnijden. En voor de verdedigers heb ik niks ingesteld. Niks bijzonders. Kijk, gewoon balanced attack, stay back en balanced attack. Voor de rest is niks bijzonders, maar dit team is echt insane. Jullie gaan er nu wat gameplay van zien. En dan gaan jullie nu wat van de gameplay zien. Nou, wat ik eerst wil zeggen is, door die free roam instelling voor mijn camps, boeit het niet dat ze weinig pace hebben. Want door hun dribbelstats voelen ze al super snel en gewoon behendig aan de bal. En die free roam zorgt ervoor dat zij de runs kunnen maken waarvan zij denken dat die goed zijn. Waardoor je totaal niet voelt dat ze in de sloom zijn. Omdat je al zo ver van de tegenstander weg bent in een goede manier. Dat het gewoon echt niet uitmaakt. Nou is Douglas Costa natuurlijk een behoorlijk pace monster. En hij rondt echt elke bal af. Dan moet ik ook zeggen dat de verdediging enorm, enorm goed is. En het belangrijkste van hen is vooral dat ze echt elke kopduel wel winnen. Voor degenen die het niet doorhebben natuurlijk. Met corners zijn weer redelijk een probleem tegenwoordig. Ze kunnen weer redelijk vaak gescoord worden. Maar met Miranda en Castan heb je gewoon echt twee hele goeie. Zoals ik al zei is Marcelo opbouwend een absolute baas. En Maicon is gewoon de jack of all trades. Die kan alles. Verdedigen, afstand schieten, passen. Gewoon zijn man dekken. Het is gewoon super fijn dat hij alles kan. En het mooie is ook, Ronaldinho is een geweldige passer nog steeds. 85 plus passing sowieso al. En elke bal die hij geeft op Costa gaat er ook gewoon in. En het mooie is, Costa glijdt ze erin. Costa stift ze erin. Hij schiet ze er normaal in. Echt, de man kan alles. En dat is zo handig om te hebben. Je hebt de vaardigheden van je camps. Je hebt de dodelijkheid van Costa. Je hebt de luchtmacht van Miranda en Castan.
Je hebt de held met de reflexen van Diego Alves. En dan heb je de fullbacks, Maicon en Marcelo. Ik kan je zeggen, dit team kost je... Ik denk als je de goedkoopste buy now's checkt via FUTBIN, zal het je 25k kosten. En FUTHEAD zal misschien zeggen 30 of zo. Dus het is totaal niks. Het is een full Braziliaans team. En ik kan je zeggen, je kan op een paar plekken wat aanpassen natuurlijk, als je dat wilt. Maar zoals ik het nu heb staan, met echt KK op rechts, dat is wel echt een pre voor mij. Ik heb het anders geprobeerd en dat werkte niet. KK op rechts, Diego op links en Ronaldinho centraal. Zoals het team staat, zoals je dit hebt gezien, het is echt fantastisch. Dus mensen, als je eens een keer wat anders wilt proberen en jij hebt een eerder squad builds gezien, ik maak dit team puur omdat ik weet dat het werkt. Dus als je ook wil weten of het werkt, ga het dan vooral testen. Laat mij vooral weten hoe het voor je speelt. Like dit als je genoot, abonneer als je dat niet gedaan hebt en ik zie jullie later. Ciao.